Nou, zoals jullie kunnen zien liggen we nog steeds aan de kade. Ik heb even een rondje gelopen nu en ik wil even een paar dingen laten zien. Dat is wel leuk. Leuk om te weten, denk ik. Kijk, deze buizen, die hele grote, dikke, deze twee, die lopen helemaal hier naartoe en dan lopen ze hier. Zie je, lopen ze de schoorsteen in. Deze twee buizen. Die lopen zo helemaal de schoorsteen in, daar zo. En dat zijn twee scrubberbuizen. Dat is speciaal voor om de zware olie, laat maar zeggen, die ze stoken. Dan blazen ze hier, spuiten ze zeewater doorheen. Dat zijn geen stalen pijpen, maar een soort kunststof is dat. Spuiten ze zeewater erin en dan sproeien ze dat, laat maar zeggen, over de uitlaatgassen van de motor. Zodat de vieze deeltjes, laat maar zeggen, eruit gefilterd worden. En dan blaas je eigenlijk alleen nog maar schone rookgassen de lucht in. Dat is verplicht tegenwoordig, vanaf 2020.